Nijmegen wordt onderschat en moet meer in de picture komen. Althans, dat zegt Summer Capital. Cocktailbar De Mai heeft daarom een cocktail gemaakt die ervoor moet zorgen dat Nijmegen aan populariteit gaat winnen. Nou, voor deze cocktail gebruiken we gewoon een soort, wij noemen het een highball glas. Het is een longdrink eigenlijk. De meeste ondernemers zullen die wel hebben, dus iedereen kan dat. Ik begin met 40 ml gin. Dan heb ik een rozensiroop van Monet. Daar doe ik 10 ml van bij. En dan doe ik in het glas eigenlijk een soort van zuurcomponent die het tegenwicht voor de rozensiroop moet vormen. Nou, dan bouw je het een beetje op met wat blokjes ijs. In de tussentijd doe ik er ook nog wat vers gesneden gember bij. Je kunt er gewoon een plakje in doen. Ik vind het wel fijn om dat een beetje op te snijden, zodat die smaak wat sneller loskomt. En als laatste twee kleine schijfjes komkommer. En wederom wat ijsblokjes erbij. Vervolgens vul ik hem aan met 30 ml cranberry sap. Roer ik dan een klein beetje door elkaar heen. Voordat die siroop dan al een beetje oplost. En dan top ik hem uiteindelijk af met Fever-Tree Ginger Beer. Dat is een gefermenteerde frisdrank op basis van gember. Dat is een hele mooie prikkelende smaak. En dan is hij zo af. Lekker frisse, zoete, lichtkruidige cocktail met deze ingrediënten voor de Summer Capital cocktail. Ik heb geprobeerd om smaken te vinden die zowel eenvoudig te maken, te bereiden zijn en die wel heel mooi op elkaar aansluiten. Dus gember, komkommer, citroen en rozen op een basis van een beetje een neutrale kruidige gin. Levert een hele frisse cocktail op met smaken die subtiel verwerkt zijn, maar wel heel mooi bij elkaar passen. Het is iets wat mensen dan op verschillende plekken in de stad kunnen bestellen. Waar dan ook de naam van Summer Capital aan verbonden zal zijn. Dus het zal toch wel iets prikkelen bij mensen. Het is altijd leuk om de zomer te vieren met een lekker drankje en te delen met vrienden. En dat is toch een beetje waar de zomer om draait. Ik denk dat een lekker drankje daar wel aan kan bijdragen, ja.